In de vorige aflevering steelde deze bullebakspoken de tandwielen die wij weer op moesten zoeken. We hebben ze allemaal gevonden. En Quibus, die gaat ze nu repareren. En ondertussen is het tijd voor de missie A3, die heet... Nee, niet A3. A3. Anyway, die heet Luid Leesplezier. Wat zou dat nou weer allemaal zijn? Kijk, hier, hij gaat even de tandwielen gewoon fixen voor mij. Ja, lekker bezig, maat. Gebruik deze zwengel om het toegangsmechanisme te activeren. Daarna heb je toegang tot het noordelijke gedeelte van het duistere huis. Oh, wat? Hoorde je dat? Ja, ik hoor wel iets, maar wat is dat? De parascoop vangt een geluidssignaal op vanuit het gedeelte waar we naartoe willen. Dus kijk, het is muziek. Oh, schnie. Er staat een piano in de bibliotheek. Misschien speelt een van de spoken er wel een deuntje op. Oké. Nou, dat klinkt wel gezellig. Klinkt wel als een gezellig spookie, moet ik eerlijk toegeven. Ik ga niet liegen. Dit klinkt top. Dit klinkt als een mooi avontuurtje. Louis, dit is het sterkste paranormale signaal tot nu toe. Het signaal is zo sterk dat ik vermoed dat onze pianist de andere spoken bevelen geeft. Geen tijd te verliezen, jochie. Ga naar de bibliotheek en vang dat spook. Zo, daar zijn we weer. Gebruik de zwengel in de hal. Hé, de ridders die zijn uit de hal. Oh, die zijn niet... Wel, zijn ze nou wel of niet uit de hal verdwenen? Ik snap er niks van. Oké, maar in ieder geval moeten we dus even hier zo dit fixen. Even de tandwieltjes erin. Ja, zo. En dan een beetje goed draaien. Ja, lekker bezig, luigie. Lekker bezig. Oké, dit ziet er allemaal weer goed uit. Oh, en nu gaat het aquarium naar beneden. En kunnen we natuurlijk boven door die deur. Nou, dit ziet er ook logischer uit eigenlijk. Ik vond het al raar dat het aquarium voor de deur aan het chillen was. Onderzoek de muziek in de bibliotheek. Ik heb hier zin in. Ik vind het leuk. En als jij dit ook leuk vindt, deze zin, die kanaal een duimpje omhoog. En vergeet niet te abonneren. Zitten jullie nou rock, paper, scissors te doen zodat jullie niet eens vingers hebben? Is dat wat er gaande is? Hallo, Spook. Kom maar. Kom maar even in mijn poltergeist 5000. Oké. Bullebak. Bullebak, Spook. Pak jou, vriend. Pak jou. Kom maar. Ik pak jou. Hé, het is geen probleem. Ik ga jou... Yes! Dank u! Lekker bezig, luig. Anyway, ik was hier bezig om deze kluis even te openen. Here comes the money! Woehoe! Rijke tata. Rijke luigie. Oké, kunnen we hier door de deur? Kunnen we hier naartoe? Door de lift? Ik denk het niet. Ik denk dat we daar nog niet in kunnen. Nee, we gaan gewoon door de deur. Muziek verdwijnt en zo? Dit is de bibliotheek. Oh, kijk! Ja! Daar is iemand wel even heel hard piano aan het spelen. Nice. Daar is een deur. Er is een boekenkast. Ik denk dat ik niet naar beneden moet vallen. Ik kan wel hier op X drukken. Oh, vond je het zo spannend, luigie? Ik wil toch heel graag dat je weer terug gaat. Oh, wat gebeurt hier? Gouden spin. Oh, er vliegen hier boeken. Auw! Ik wil die gouden spin wel pakken. Ja, potverdorie. Laat me die gouden spin pakken. Ik ben helemaal gefocust op die gouden spin, jongens. Oké, kan die boeken... Kan ik ook wel naar me toe trekken? Ja, ik denk... Ik weet niet. Volgens mij blijven er boeken komen. Ik denk dat ik maar beter gewoon kan rennen. En dan gaan we gewoon hier door deze deur. Oh, zoveel gouden spinnen en beesten. Ik ga dit tafelkleed van tafel wegen. Hoppa! Very nice. Oké, ik hoor nog steeds heel veel piano gespeeld. Hier, deze knop, die kunnen we even vastpakken. Oh, wat? Waar komt die nou weer vandaan? Ik wou deze knop pakken. En zo daar een ruk aan geven. Kijk, dan kunnen we hierin. Oh, dit is geen goed plan. Hier werd vroeger, zeg maar, het eten vanuit de keuken naar de dining, naar de dinerkamer gebracht. Dat was vroeger hoe dat ging in dit soort grote huizen. Dus we zijn nu in één keer in de keuken aanbeland. Ik heb het gevoel dat er iets met deze koelkast is. Oké, wat moeten we doen? Even deze laadjes checken. Hier ligt een hoop puin. Laten we in ieder geval de hoop puin even weghalen. Oh, kokspook. Oh, die is beschermd zichzelf. Kan ik zijn... Wow. Oké, ik denk dat ik hem even moet laten slaan. Ga slaan. En dan... Ja, en dan kan ik je nu pakken. Ja, ik heb jou wel door. Ik weet hoe dat moet. Hotseflots. We moeten hem gewoon even de eerste move laten maken. Oh, hier is er nog één. Oh, deze hebben we te pakken. Deze kan ik pakken. Oh, lekker. En pak die andere gelijk. Ja! Tempo zit erin, hoor. Het tempo zit erin. We beginnen dit gamepje nu al lekker door te krijgen. Ik hou zo erg van Luigi's Mansion, jongens. Ik vind het zulke leuke games. Echt zo vet. Ik ben wel benieuwd. Hebben jullie Luigi's Mansion 1, 2 en 3 gespeeld? Of hebben jullie alleen deel 1 of alleen deel 3 gespeeld? Ben ik wel benieuwd naar. Laat het even weten in de comments. Ondertussen mag ik dan door hier naartoe. Oké, we zijn nu beneden. Wow, wat? Je hebt hersenen gewoon. Je hoeft niet zo bang te zijn. Wow, maar deze is wel duister, man. Hij begint met al die boeken te gooien. Waar is die? Daar. Pak hem. Pak de spook. Lekker. Let's go. Hotsakee. En nog een keer. Ja. Oh, nee. Ik dacht dat we hem hadden. Maar we hadden hem niet. Maar we hebben hem nu wel. Lekker. Oké, cool. Oh, maar de deur gaat nog niet open. Er is er nog één. Wow, er zijn er zelfs nog twee. Bro, er zijn er nog twee hier. Pak hem. Oh, yo. Al deze gekken. Oké, wacht even. Ik moet even uitkijken voor de boeken. Ik liet hem heel even los. Ja,
Maar nu kunnen we hem pakken. Let's go. Wat is dat voor geluid? Wat is dat voor mimi geluid? Okay, pas op voor de vliegende boeken. Waar is de laatste? Er was er nog één. Is dat het geluid waar hij zit? Als dat mimi in mijn oor komt, ga je boeken gooien? Is die daar? Ja, hier. Hier is die. Maar hij beschermt zichzelf met het boek. Oh, maar nu heb ik hem. Nu ben je van mij, maat. Nu ben je van mij. Nu is het klaar. Nu is het afgelopen met de ongein. Kom maar. Oh, wat? Of misschien is het nog niet afgelopen met de ongein. Daar. Nog een keer. Ja. Lekker. En we hebben hem. We hebben hem. Dit was de laatste, hè? Yes. Oké, de muziek is gestopt. Maar niet alle muziek is gestopt. Voor de vibe. Voor de vibe. Kawibus. Let's go. Ga er, Luigi. Ja, daar kom je nou mee. Ik heb net 3 grote spoken verslagen, maat. De groothoofdige geesten stribbelden aardig tegen. Ze gooiden boeken naar je zoals mijn leraren vroeger ook deden. Maar goed, ik hou je terug zodat ik dit prachtige exemplaar kan bestuderen. Nu al? Zijn we nu al klaar? Oké, dit ging wel snel. We hebben de missie alweer vertooid. Dit is wel een recordtempo. 6 minuutjes. Wel veel hartjes verloren, waardoor ik denk ik ja, toch weer geen 3 sterren heb. En dat is dan weer jammer. Hallo, Kawibus. Hallo, Luigi. Ik ben blij je ongedeerd terug te zien. Laten we even de spoken gaan uploaden. Nieuw spookgewicht. En deze is helemaal nieuw. Ben je tevreden, Kawibus? Die geleerde klopgeesten zijn niet mis. Maar toch geloof ik niet dat ze de baas zijn over de andere spoken. Dat neemt niet weg dat ik ze graag wil onderzoeken. Want het is reuze boeiend hoe sommige spoken zich kunnen ontwikkelen tot meer geavanceerde vormen. Ah, deze zijn net als Pokémon. Deze zijn een soort van doorgeëvolueerd of zo. Ik heb krachten nog nooit kunnen doorgronden, maar ooit zal het me lukken. Dat zal mijn geschenk zijn aan de paranormale wetenschap. En jij, Luigi, als het allemaal voorbij is, ben jij de grote held in plaats van die broer van je. Dat vind jij leuk, hè? En in de volgende aflevering heeft iemand allemaal illusies in het duistere huis verspreid. We hebben een UV-lamp nodig en die moeten we gaan zoeken in het laboratorium. Dus doe een duimpje omhoog en abonneer als je van Nintendo en van Luigi houdt. Mazzel!